Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 50 one-shots in één domination match. In deze serie moet ik natuurlijk proberen om 50 one-shot wall kills te halen in één domination match. Dat is precies ook wat ik net zei, dus ik zeg het nog maar een keer, dus dat is dubbel op. Dus eigenlijk, oké. Okay. Yep. En ik hoop dat het vandaag gaat lukken. Vind je deze serie een leuke rand, maar natuurlijk zoals je kijkt, die lijken op mij enorm. En dan gaan we kijken hoeveel one-shots wij vandaag kunnen gaan halen. En ik hoop natuurlijk... Oh, dat was alweer een hitmarker. Ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk. We spelen tegen een paar snipers. Nou, je ziet al hoe die snipers aan het spelen zijn. Die zijn gewoon kaart aan het campen. Dus ja, dat is een beetje... Dat is een beetje noep van ze. Maar ik hoop nog dat we gewoon raak kunnen schieten, man. Ik ben niet de allerbeste sniper natuurlijk, zoals jullie ondertussen wel weten. Maar het is wel altijd leuk om te snipen. Het is ook altijd leuk om te doen. Alleen, natuurlijk is het wel de bedoeling dat zij niet zo fucking hard zitten te campen. Dus jongens, kill even die poepsnipers daar allemaal. Of kill voor die vent die erachter zit. Het is wel handig als jullie hem killen, jongens. Ik vind het heel leuk dat jullie het proberen. Maar dan moet je wel raak schieten. Je zag wat mijn teammate aan het doen was. Die was... Ja, die schoot letterlijk zijn hele ammo mis. Maar ja. Kan gebeuren, teammate. Geen probleem. Kan gebeuren. Mag eigenlijk niet gebeuren. Zit echt hard te campen, jongen. Maar kan gebeuren. Dat was bijna een sniper daar, wat? Die zag er helemaal niet uit als een sniper. Ik wil de kaart op afrennen eigenlijk, maar... Die enemies zitten allemaal links... In die kamertjes. En ze zitten achterin de map in hun eigen span te campen. Dus ik weet niet echt hoe ik er hier lekker op af kan rennen. Want niemand heeft ook nog een UAV gehaald. Niet ons team. Niet de enemies. Het is wel de bedoeling dat we natuurlijk die zo snel mogen halen. Want dan weet ik tenminste waar ze allemaal lopen. Weer een one shot by the way. Fucking kut camper. Zo, alsjeblieft teammate. Alsjeblieft. Zo fixen wij die shit. Poep camper. Alweer. Het is al de 100.000ste nu. Als je hier achter gaat staan, kan je zo goed sponsoren. Ja. Ah, dan komt hij net door mijn richting. Ik had nog wel die ene mooie headshot. Dus dat is natuurlijk wel weer een extra killetje erbij. Dus ik vind het goed. Hebben jullie hem? Teammate, je blok maar, ouwe. Oké, het gaat goed. Maar we hebben nog veel meer one-shots nodig. Ik ga ook niet op het scorebord kijken. Dat houdt natuurlijk spannend. En ja, het gaat niet goed. Ik kijk soms bij de wel even op het scorebord om te kijken hoeveel het precies staat. Wauw, jongens. Jullie zitten alles te killstealen nu. Even dat je het weet. Ik vind het niet erg hoor. De enemies gaan wel dood, maar... Ik heb natuurlijk zelf die kills nodig. Veel headshots vandaag, man. Awesome. Komen ze hier? Ja? Nee, ja, nee, ja, nee, ja. Het team doet zijn best. Oh, wauw. Net dat fucking paaltje daar, oh. Wauw, jongen. Als je... Hey, Dirk, hè. Dirk, als je nou niet fucking... Als ik lekker aan het snipen ben, alle kanten op gaat rennen. Als Dirk gewoon was blijven wachten, had hij het waarschijnlijk al gewoon overleefd. Oh, lucky fucking bastard. Ik weet dat ze daar zitten te campen, jongen. Kijk maar. Ah, kutjes. Ik hoef ze alleen maar even te killen. Dan ben ik klaar. Meer hoef ik niet te doen. Kut campers, man. Allemaal achterin die map. Wauw, en nu zitten ze in het midden van de map. Kut! Ik ga slecht, man. En we moeten er hard op afrennen. Dit is ook niet echt een map om een kaart op af te rennen met de sniper. Dus ik snap ze ook wel. Alleen het is natuurlijk ook niet leuk om gewoon stil te blijven staan in je eigen... Wauw, Jan scheef. In je eigen span. Jan, what the fuck? Vraag me niet hoe ik dat voor elkaar kreeg, want ik mis hem serieus een paar keer. Kut, ik ben zo scheef altijd. Oh, dan loopt hij daar. Teammate, dan loopt er een naast je. Oké, te laat. Het was te proberen. Ik riep nog een UAV voor hem in, maar... Het heeft niet gewerkt. Ik heb mijn best gedaan. Ik zag hem. Oh, ga je daar naartoe. Heb je hem nou, teammate? Oh nee, je hebt hem nog geen... Wat? Ik dacht met mijn teammate die liep, man. What the fuck, hé? Hey? Huh? Nou, het zal. Ik weet het niet. Ik weet het niet, joh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Hij heeft me gekillt. Dat is niet fijn. Dus niet zoals het moet gaan. Hij zit ergens te campen, die dildo. Ja, daar dus. Fucking lul, jongen. Die andere zat er ook nog bij, man. Ik denk dat we 20 kills of zo hebben nu. Securing C.
Fucking dildo. Hij is bij lange na natuurlijk niet genoeg om die 50 te halen. Of die tweede ronde moeten we echt beest. Gaan we ook echt beest. Want anders hebben we hem sowieso niet gehaald. Die voor je, maat. Zo, in de laatste seconde nog even. Ik ga nu op het scorebord kijken, want dan weet ik natuurlijk niet hoeveel kills ik nu heb. Ik denk dat we rond de 20 zitten. We hebben bijna elke kill... Mooie emblem heb ik, by the way, hè. We hebben by the way bijna elke kill wel een one-shot gehaald. Dus ik denk dat we rond de... Ik denk dat we op ongeveer de 18 one-shot medals zitten op dit moment. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Want we moeten naar die 50 toe. Dus ja, ronde nummer 2. Als we hier heel bezig kunnen gaan, dan komt het goed. Als we hier niet bezig kunnen gaan, dan komt het niet goed. Het is heel makkelijk om uit te leggen. Maar we zullen het zien. Ik krijg gewoon in één keer door met mijn knijfje in mijn handen. En nou ja, dan zien we het vanzelf. Meer kan ik ook niet doen. Het is een beetje irritant dat ze zo... Ja, dat dus aan het doen zijn. Dat ze zo kut aan het spelen zijn, die enemies. Maar ja. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Ik sta ze nu ook gewoon een beetje op te wachten. Ik heb een UAV. Denk je dat die durft te komen? Nou ja, loopt door. Die telt niet meer als een one-shot, want... die wel. Oh, mijn teammate had die ook al geraakt. Maar er zit er eentje in die druiproom, man. Oh, die komt er nu aan, die komt er nu aan, die komt er nu aan. Ja, thanks jongens, thank je. Thank je. Dat is een nieuw woord, jongens. Thank je. Niet dank je, niet thanks you, maar thank je. Wauw, dat is een hele vieze uitklits. Die kende ik nog niet. Teammate, kijk uit. Hij heeft een hele vieze uitklits. Oh, fuck. Hij is er vandoor gegaan. Ah, oh, ik was hem aan het zoeken, jongen. Ik stond de hardste koop als de malle. Ik dacht, misschien kan ik mijn orbiteltje halen, maar dat ging niet zoals het had moeten gaan, maar ja. Vieze camper, ga nou heen, joh. Ah, shit. Teammate, je staat daar naast de camper, hè. Heb je hem nou? Teammate heeft hem niet. Teammate is nog dood. Hey, dankjewel voor de hulp, man. Echt teamwork hier, eerste klas, jongen. Dit is niet normaal meer. Fucking dildo. Die teammate heeft hem gewoon niet gekillt, hè. Terwijl hij er serieus naast stond. En hij stond er niet voor 1 seconde naast, maar gewoon voor een paar seconden stond hij ernaast. Kijk, ze komen achter me aan. Oh, dat was een collega rol. Nice. Trippeltje, nice. Hoppa, nice. Dikke feet. Hoppa, thee. Zo doen wij dat. Zo doen wij dat. Holy shit. Dat is mijn eerste echte mooie... Nou, mooi. Dat is mijn eerste mooie feet, man. Het was niet echt een clean feet of zo, maar ik vond hem wel sexy, hoor. Voor mij het doen met die sniper. Ik vond hem echt mooi. 2 collaterals. Jongens, die was awesome. Dus enemies, dank je... Hij durft niet meer te komen. Oh, jawel. Jawel, teammate. Als je me dan niet de hele godgasse cut time knijft, dan kunnen we tenminste nog het doen, man. Ah, lul. Dat is irritant, man. 1 keer knijven is goed, maar fucking 20 keer niet. Zo, die leidings van die teammate gaan ook beest, hoor. Ah, ik had hem raakgeschoten, zag je dat? Ik zat met mijn crosshair recht in hem. Niet zo handig. Niet zo handig. Oh! Oh! Get turned! Get fucking turned! Die eerste kogel had ook mijn raak moeten zijn. We worden steeds beter, man, met die sniper. Fuck yes! Oh! Vind ik echt leuk om te halen, jongen, dat soort dingen. Ik haal het niet vaak. Boeit me ook niet zo vaak hoe vaak ik het haal. Maar het is gewoon leuk om te halen, jongen. Dat is echt vet. Au. Er zit er nog één daar binnen, man. Die zit in ons ding. Oké, hij is dood. Weg hier. Oké, put je er bijna op. Ongeveer 19 punten. En ja, dat noem ik bijna, ja. Dat is echt gewoon het domste wat je kan doen, man. Met een knife op me afrennen. Ik ben soms dom, dat weet ik. Maar zo dom valt het ook nog wel mee. Nou, we hebben hem niet gehaald. Ik kijk even heel snel op het scorebord. We hebben 42 kills, man. Kijk hem op! 43 nu. Dus ja, we hebben hem niet gehaald, maar ik vond die feed wel echt sexy. Dus ja, dat maakt het natuurlijk wel weer goed voor de challenge die we niet hebben gehaald. Ik vond die feed echt mooi. Maar het is niet de serie. Dikke hardscope. Zo, dankjewel. 44 kills, jongens. 18 deaths. Dus dat is niet wat we moeten halen. We moesten nog 6 extra kills. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel... dikke hardscope, jongen. Hoeveel one-shots we op dit moment hebben, want...
En we hebben 44 kills, wat een paar collaterals ertussen zitten. Wat sowieso natuurlijk meetelt als 2 medals. Maar, hoeveel hebben we er in totaal? 44 kills. Een paar hitmarketjes. Een paar kills genakt van mijn teammates. Die tellen ook niet mee. Ik zeg 35. 35 one-shots. 35, ja. Ik ben benieuwd. Het staat hier in mijn beeld. One shot, one kills. 30 maar. Ah, je naait me weer, Call of Duty. Nou ja. 30 one shots gedropt. Dat is ook goed natuurlijk. En we hebben nog een superkill gedropt. Dus dat is natuurlijk helemaal goed. Dus heel erg bedankt voor het kijken, mensen, naar deze aflevering. Mocht u nou hebben genoten, dan natuurlijk hier beneden kaart op de like. Dat helpt mij enorm. En hoop ik jullie ook weer te zien bij de volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.